Goedemiddag, dit is Tallinn, de hoofdstad van Estland. Een prachtig historisch stadje aan de baai, waar Oranje vandaag een nieuw begin maakt. Nummer 2 van de wereld, of niet, de kwalificatie voor het EK 2021 in Engeland. Die start vandaag, tegenstander dus Estland. En Estland is een dwerg, dat is de nummer 99 van de wereld. Maar ja, dat maakt niet uit, het begint allemaal opnieuw. En wel hier in dit prachtige historische stadje. Hier aanwezig op het veld Anouk Hoogendijk. Fijn dat je er bent, Anouk. Dit moet een enorme omschakeling zijn voor die meiden. Ja, dit is natuurlijk een hele andere ambiance. Van 60.000 man in de finale, publiek naar amper 1000 man, denk ik hier. Dus ja, dit vraagt wel een iets andere mindset voor de meiden. Ja, want over die mindset gesproken, ik zei al, nummer 99 van de wereld. Wij denken dan wel heel snel, ja, dat moet je kunnen oprollen met 5, 6, 7, 0. Dat moet ook in principe. Ik bedoel, ik denk dat het niveauverschil heel erg groot is. Maar ze gaan wel de bus parkeren achterin. Dus je moet gewoon snel scoren. En dan kan het wel eens een hoge score gaan worden. Ja, en creatieve mensen voorin. En we gaan zo horen wie er nou precies in de baas staat. Maar eerst even terug naar het begin. Afgelopen maandag kwamen de vrouwen voor het eerst weer bij elkaar. En dat is altijd een mooi weerzien. Zeker na zo'n geweldige zomer. Als je dan op vakantie bent en dan op het strand ligt, dan ga je wel op een gegeven moment even nadenken van oh, ja, uiteindelijk was het wel een hele mooie ervaring en natuurlijk wil je altijd winnen. Maar ja, soms heb je gewoon ook dat je een keer niet wint. Ja, wat dat betreft gaat het leven gewoon de hele tijd maar weer door en door. Zonder dat je soms eigenlijk echt tijd hebt om er echt goed over na te denken. Het is wel leuk om weer terug te zijn. Gaat die vanzelf open? Girls. Vind je het niet fijn zo warm welkom? Niet al. Ga je al lang in Nederland? Al jaren. Hoe is het verder met jou? Ja, goed. Dan ja. 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 Jongen, wat was het weer een belevenis. Wat hebben we ongelooflijk veel meegemaakt. Maar het is gewoon niet normaal wat we met elkaar hebben gedaan. And they have scored late on. It's Rauters turn the ball over the line. We hebben alle doelstellingen hebben bereikt. We wilden naar de Olympische Spelen, we wilden zo ver mogelijk in het toernooi komen. The Netherlands are into the final. En we hebben het gewoon geflikt. Dat is echt zo'n topprestatie. Maar we moeten ons nu ook weer richten op het volgende. En dat is EK kwalificatie. Hallo. Van WK-finale naar EK-kwalificatie. Van Lyon naar Tallinn. Van 60.000 naar 2000. Het is op veel manieren omschakelen. Ja, een nieuwe fase gaan we in. Want we gaan kwalificatie in. Maar ja, we spelen hier ook wel weer in een heel mooi stadion. En dat is voor Estland ook nieuw, voor de vrouwen van Estland. Die waarschijnlijk ook hier een bezoekersrecord gaan halen. Dus dat is de fase waar zij in zitten. Dus ja, dat het anders is, dat is een feit. Maar we moeten het. Zonder Stefanie van der Gracht, die hadden wij in de basis verwacht. Wat is er met haar? Ja, nou, er is niks met haar. Maar we zitten natuurlijk in de fase dat de clubs net in hun voorbereiding, aan het afronden zijn naar de competitie. En Steef heeft in die voorbereiding een kleine terugslag gehad. En is nu weer, ja, alweer een paar weken volledig in training. Heeft alweer wat minuten gemaakt. Maar in deze periode hebben we gezegd, zij start niet. We hebben twee interlands en we kijken hoe ver we zo komen en of we haar nodig hebben. Nieke Martens hadden we, dat wisten we al, dat hij er niet bij zou zijn. Dachten wij misschien Janice van der Zanden, maar dat is Jill Roord geworden. Ja, nou, Jill heeft dat natuurlijk op het WK die rol ook al eens ingevuld. En dat deed ze hartstikke goed. We verwachten dat we heel veel op de helft van de tegenpartij komen. Dat er dus kleine ruimtes ontstaan en dat mag Jill vanaf die kant laten zien. Er is veel anders. Voor de Estervrouw is dit ook een grote wedstrijd natuurlijk. Merk jij iets in verschil qua beleving, motivatie naar die wedstrijd toeleven bij de vrouwen? Ja, je voelt wel dat er iets minder spanning is, maar ja, dit is ook geen WK-finale. En het WK was zo groot, maar er is ook heel veel bewustzijn van wat er hier gevraagd wordt. En dat wij het tempo zullen moeten bepalen, dat de balsnelheid hoog moet zijn, dat het zorgvuldig en geduldig moet zijn. En dat is waar we voor gaan. En ja, waar we ook voor gaan is een snelle goal. Dus ik hoop dat het lukt. En dat snelle doelpunt zal in eerste instantie niet van haar komen. Janice van der Zanden, want zij staat niet in de basis. Overigens ziet de bondscoach er ook super ontspannen uit. Logisch. Maar als we even terugkijken. Richting het WK hadden ze echt een vormdip. Ze kwamen natuurlijk uit het EK wat ze wonnen.
dat kan nu niet. Je moet meteen kwalificeren. Dat kan nu niet, maar toen begonnen ze wel tegen Noorwegen. En dat is wel een wezenlijk verschil met deze tegenstander. Want dat is gewoon een tegenstander van formaat. En dit is Estland. Staat 99ste op de wereldranglijst. Die moet je eigenlijk wel oprollen. Maar je moet inderdaad wel gewoon gefocust blijven. Ja, maar ik zat even naar die pool te kijken. Ik denk, nou, appeltje eitje. Kosovo, Rusland, Turkije, Estland. Ik denk dat dit de beste pool is die we als Nederland ooit hebben getroffen. En dat we beter zijn dan ooit tevoren. Dus je moet gewoon eerste worden in de pool. En dan heb je ook een betere loting voor het eindtoernooi. Ja, nou zei Alex Ferguson, die heeft in zijn kamer had hij zo'n bordje hangen. Er stond ever change a winning team. Eigenlijk doet ze dat niet. Want er zijn gewoon nog steeds dezelfde namen. Ja, ja. Een aantal posities dan anders. Ja, maar ook een beetje natuurlijk door blessures. Mm-hmm. En eigenlijk het enige die nu veranderd is Van der Zanden. Maar ja, het is misschien wel goed om af en toe één of twee speelsters een beetje te vervangen. Dus misschien nu op het middenveld had je misschien Pelova of Kageman uit kunnen proberen. Want als daar blessures of vormverlies gaat komen, dan zullen die meiden moeten gaan doen. Dus ik zou wel langzamerhand wat meer meiden in gaan passen in het systeem. Ja. Dit is de eerste kwalificatiewedstrijd. Dinsdag volgt er al een volgende. Die wedstrijd is tegen Turkije en die is in het Abelenstra stadion. En jij maakt kans om daar naartoe te gaan. Twee kaarten kun je winnen door te bellen met 09090323 of sms 4600. En aan het einde van deze uitzending maak ik bekend wie er heeft gewonnen. En dan kun je dus met z'n tweeën naar die wedstrijd. Anouk en ik zijn er uiteraard ook, want wij gaan ook die wedstrijd verslaan. Korte voorspelling. Vanavond, ik denk dat het 7-0 wordt. 0-7. Ja. Je hebt al gekeken naar de borden, hè? Er kan geen 14 op, geloof ik. Nou, volgens mij hebben ze gecheckt of er dubbele cijfers op konden. Dus ze verwachten wel iets van Nederland. Ja, misschien verwachten we ook net iets te veel. We gaan lekker naar kijken. We gaan naar Wietse van der Groot. Hij met het commentaar van vanavond. Heel veel plezier. Goedenavond. Daar stijgt een applausje op. Als achter het doel vandaan. Dat is mooi. Old school. De speelsters van de vieze wereldkampioen en Europees kampioen het veld opkomen. Een nieuwe EK-cyclus en dus met dit schitterende logo op de mouw. De kampioen van 2017 begint aan de weg naar het volgende EK. Engeland 2021. Het begint in Tallinn. Het moet eindigen op Wembley, waar er 90.000 in kunnen. Hier vandaag rond de 2.000 aanwezig. In het stadion, waar binnenkort de mannen ook langskomen. Die zijn al wat verder in hun kwalificatiecyclus. De verliezend WK-finalist begint hier over 5 minuten. De volksliederen, uiteraard eerst. Ja, voordat we dat gaan doen, nog plichtplegingen aan de kant van de Esten. Dit kennen we. Een cap voor iedere interland eentje. Katrien Loo krijgt deze uitgereikt. Ze speelde haar 100ste interland kort geleden. En dan het Wilhelmus.
mooie mix van concentratie en lachende gezichten en een schreeuw. Dan de thuisploeg. Mijn vaderland, mijn vreugde, mijn geluk. Gezongen door Inger. De lange versie van Mijn Vaderland, Mijn Vreugde, Mijn Geluk. In het Ests. Taal lijkt sterk op het Fins. Helsinki aan de overkant hier van Tallinn. Waar de hoogwaardigheidsbekleders iedereen nog eventjes een handje komen geven. Daar zijn er redelijk wat aanwezig, ook oud-speelsters. Het is 25 jaar geleden dat de Estse nationale vrouwenploeg voor het eerst een interland speelde. En dus mag Jan Dirk van der Zee ook mee iedereen begroeten. Samen met zijn collega uit Estland. Scheidsrechter uit Tsjechië, Olga Zadinova. Dit is hoe Estland eruit ziet. Met maar 3 profs op het veld. En voor de rest studenten en vrouwen met een baan. Net zagen we Katrien Loh, de aanvoerder. Dus een aandenken krijgen aan haar 100ste interland. En dan Oranje. 2 wijzigingen ten opzichte van de WK-finale. Lieke Martens geblesseerd op haar plek speelt. Dat hoorden we de bondscoach ook al zeggen. Jill Roort. En niet Janice van der Zanden. Berestijn vanaf rechts. En Stefanie van der Gracht krijgt wat rust. Turkije wacht dinsdag in Heerenveen. Bloodworth en Dekker centraal, die kennen elkaar ook goed. En Merel van Dongen, dat is degene die erin komt ten opzichte van die verloren wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Op de linksbackpositie. Verder een zeer herkenbare ploeg. Dat geldt natuurlijk al een aantal jaar voor dit Oranje. Met Roort dus erbij. Dat zal een dompertje zijn. Voor Janice van der Zanden, die in de loop van het toernooi de basisplek verloor aan Linette Berestijn. En ook aan het begin van deze kwalificatieserie dus op de bank begint. We kunnen bij het gebrek aan heel veel herrie mooi even meeluisteren. Als Sari van Veenendaal het woord gaat voeren. Wij sluiten met de bal en we blijven aan deze kant staan. Mooi meekijken. Hier, vandaag, ja? Laat zien wat je kan. Doe het met elkaar. En laat je niet verrassen. Oké, kom aan. Samen! Samen! Oranje! We starten hier, vandaag. En hoewel de bondscoach vooraf zei dat het misschien niet heel erg nodig is, is dit natuurlijk een ploeg die gewend is geraakt, als ze in dit shirt spelen en niet in dat van hun club,
om voor veel toeschouwers te voetballen. Met veel druk. Dit is een wedstrijd tegen de nummer 99 van de wereldranglijst. Oranje is na het WK derde. Alleen Duitsland en de wereldkampioen, de VS, worden geacht beter te kunnen voetballen dan deze vrouwen. Zij zou het wel eens heel erg druk kunnen gaan krijgen. Getrien Strigin kan last hebben van deze Miedema Berestein. Ach, wie niet. Een walkover wordt verwacht. Mag misschien ook verwacht worden. Maar de dames van Estland zullen een muur bouwen op eigen veld. Om deze ploeg, die als een raket is gegaan de afgelopen jaren, zo lang mogelijk van scoren af te houden. Nog nooit was Estland deelnemer op een EK of een WK. Oranje won het laatste EK en werd tweede op het laatste WK. Dat zijn de verhoudingen als we hebben afgetrapt in het A. Le Coq stadion. Vernoemd naar een bierbrouwer in Tallinn, Estland. ...4-4-2, heel duidelijk te zien bij de Esten. Berestein binnendoor. Oh, die is al meteen veel sneller. Nou, hoe lang duurt het voor de eerste kans er is? 47 seconden. Er zit nog een voet tussen voordat Miedema al meteen had kunnen toeslaan. Het is de voet van centrale verdediger Ina Zlitnis. De meeste van de Esten spelen in eigen land. Een paar over de grens. In Finland of Hongarije. Twee in Italië bij Napoli. Als Van Lunteren de bal verspeelt. Maar een vrij simpel herover. Van Dongen. Hoort. En Dekker. Berestein. Opnieuw Linette Berestein. Veel ruimte bij spitsen. Hoort staat te wachten. Op de plek dus van de absolute vedette van de ploeg, Lieke Martens. Nog altijd last van de voet. Een blessure die er tijdens het WK ook al bezig hield. Toen speelden ze uiteindelijk vrijwel alles nog. Vaak met pijn. Deze wedstrijden moet ze missen. Net als Kika van Es. Waardoor Merel van Dongen hier in balbezit op linksback staat. Stefanie van der Gracht is op de bank. Lisa van der Most is er ook niet bij. Hier is Roort. Die probeert het. En het is de lat. Via de niet al te krachtbestendige vuisten van Strigin. Bloodworth. Roort. Miedema in de mangel, maar niets aan de hand. Topscorer aller tijden sinds deze zomer, Viviane Miedema. 61 doelpunten in 82 interlands. Hier is niet zoveel aan de hand. 61 doelpunten in 82 interlands. 23 jaar. Van Lunteren. Voorzet. Opgepikt door Groene. Anouk Dekker. Dominic Bloodworth. Diep op de helft van Estland.
En even een gebrek aan concentratie bij Dominic Bloodworth. Levert de bal in. Spitsen, makkelijk getrapt. Berestijn. Oranje gooit. In een groep. Dus met Estland. Dinsdag Turkije in het Abel-Enstra stadion. Rusland, Kosovo en Slovenië. Niet één van de tegenstanders was ook maar in de buurt van WK-deelname. Ja, Dekker, kunstig. Bloodworth. Dekker. Spitsen. Baltempo hoog houden. Berestijn. Wordt even vastgepakt. Vrije trap. Voor het Nederlands elftal. Uiteraard meldt Sherida Spitsen zich. Miedema met de loopactie. Van der Donk duikt in dat gat. Spitsen zag het. Gebaard dat ook. Terwijl wij nog even kijken naar de herhaling van die overtreding. Berestijn. Roort. Van Dongen. Roort, lastige bal aan iedereen voorbij. En te hard daarna voor Desiree van Lunteren. Bloodworth. Ja, daar achterin kan de bal makkelijk rond. Doen de Esten niet eens een poging. Probeert Oranje het in de openingsfase toch zo uit elkaar te spelen. Spitsen. Miedema. Berestijn. Dat is een goede bal. Eerste corner van de wedstrijd. Uiteraard Sherida Spitsen, record international. Alle ballen die stil liggen door haar getrapt. En strak ook. Roort, Berestijn omvergeschopt. Niks aan de hand. Van der Donk. Roort. Miedema Roort. Berestijn. Bloodworth schuift in. Miedema. Miedema. Roort niet bereikt. Van Dongen.
spitsen. Legt aan. Vindt die meter ruimte. Schiet dan tegen een tegenstander op. Berestijn. Druk houdt aan. Van Lunteren. Van Lunteren. Miedema kopt. Die bal valt op het dak uiteindelijk. Zo zijn het spel de prikjes in de openingsfase. De staart even strakker. Na die kopbal. Van Lunteren met de voorzet. Miedema wint het duel makkelijk, maar de boog kopbal. Uiteindelijk ongevaarlijk. Het was dat schot van Roort wat via de handen van de keeper tegen de lat kwam. Wat het dichtst in de buurt was in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Waarin de verhoudingen meteen duidelijk zijn. Hoewel Estland er nu uit probeert te komen. Met Lille mee en een corner verdiend via Van Lunteren. Drukte voor de neus van Sari van Veenendaal. Met de arm. Maar een doeltrap is ook goed. Lille mee was dat opnieuw. Het Engelse coachje hoort u van de Finse bondscoach van Estland. Quick, quick, quick. Berestijn. Oranje razendsnel overgestoken. Berestijn voor de linker. Scheelt ook flink. Maar ze kwam heel makkelijk in die positie. Eén paas. En er ontstond een 1 tegen 1 situatie. Jarmo Matikainen is de bondscoach van Estland. Roort van de Donk. Gedaan van Lunteren, die daarna geschept wordt en een vrije trap krijgt. Steekt haar been uit. Spitsen. Slaat een beurt over. Die staat te wachten. Om de bal eventueel een stukje buiten de 16 te ontvangen. Om af te kunnen drukken. Groene. Van Dongen als linkspoot. Nu die zich met deze bal bemoeien. Het wordt Van Dongen. Miedema bij de tweede paal, zei net. Weer in de buurt. Maar zij pas 1 keer echt handelend hoeven optreden. Kruipt achter de tegenstander langs. Dan is de hoek heel moeilijk. Van Lunteren. Veel ruimte voor Van der Donk. En nog meer aan de linkerkant voor Roort. Maar Van der Donk gaat zelf op avontuur. Het is te veel van het goede. Bloodworth.
Van Lunteren. Veel via de rechterflank. Dekker. Nu de linkerkant gezocht. Merel van Dongen. Miedema. Lastige bal, goed gecontroleerd. En iedereen schuift weer wat op. Miedema laat zich regelmatig zakken om zich met het spel te bemoeien. En daarmee ruimte creërend voor Van der Donk of Berestijn om naar binnen te kruipen. Van Lunteren nu voorzet. Veel voor het doel, maar niemand bereikt. Eerste kwartier heeft Estland overleefd. Spitsen. Bloodworth. Jacky Groene. Een keer een lange bal. Oh, ja. Onbedreigd, maar ook niet goed gecoacht. Het terugkoppen van Vlietnies brengt haar eigen doelman nog enigszins in de problemen. Ze heeft hem wel. Strigin. Groene. Van der Donk. Dekker, nee. Goed gedaan, Miedema. Spitsen. Bloodworth. Oh, Miedema nu er langs. Hoek is heel klein. Te klein, wederom. Maar loopt door in die situatie. Wetende dat de kwaliteiten van die centrale verdedigers niet zo heel goed zijn. En dat er dus een grote kans is dat de bal nog een keer vrijkomt. Daar loert ze altijd op. En vandaag waarschijnlijk extra. Volledig mis. Dan is ze er langs. Maar uiteindelijk te ver er langs. Als Ramet de bal zo laat lopen. Van der Donk. Lepiek. Groene. Valpartij. Maar geen overtreding. Bloodworth daarbij betrokken. Berestijn, goede loopactie, slechte aanname. Maar iedere keer dat zij naar binnen kruipt, levert dat een gevaarlijke situatie op, Linette Berestijn. Zichzelf in een ploeg waarin heel weinig verandert, in de basis geknokt. Berestijn, sterk. Miedema, weer lastige hoek, maar nu de paal. En Berestijn niet en daarna ook niet rood. Bal nog niet weg. Van der Donk plaatst. Groene in de schiettent in Tallinn, maar dan is het voorbij. Vier kansen in 10 seconden, maar wederom geen goal. En dus stijgt er een applaus op in dit stadion. Omdat met kunst en vliegwerk het nog steeds 0-0 staat. Miedema paal. Spitsen. Van Dongen. Dit is misschien het moment om even echt door te drukken.
Groene. Berestein. Nu niet. Oranje gooit. Roort. Van Dongen. Miedema. Van de bal gelopen. Goed positie gekozen, spitsen. Van Lunteren, goede bal, Groene. Van Lunteren. Danielle van der Donk. Ja, dat is één. Maar de rugdekking ook prima. Van Katrien Loo. Een van de weinigen die dus in het buitenland speelt, in Finland, aan de overkant van het water. Berestein. Berestein roort. Lillemee. En spitsen. Van Dongen, alle tijd om een voorzet te geven richting Vivianne Miedema. Daarna Jill Roort. Was dat de bedoeling van Miedema? Van Dongen, nog een keer ingebracht. En dan weg is weg van Pile Radik. Van Lunteren. De onderlinge duels zijn zo goed als allemaal voor Oranje. Sneller, sterker, slimmer. Dus Van der Donk. Van heel ver, Van der Donk. Striegin. Nauwelijks onder de indruk. Berestein. Miedema kiest weer positie in de buurt van de penaltystip. Tweede bal Merel van Dongen. Die er twee heel makkelijk afschudt. Voorzet dan wel onderschept en weggeroeid door Loo. Ludworth. Gedaan van Lunteren. Overtreding mee uiteindelijk. Nu wel spitsen. Spitsen. Berestein.
tijdwinst. Nog eens die kansen van een paar minuten geleden. De grootste voor Miedema, die niet zo heel veel verkeerd doet. Hard, strak, maar uiteindelijk aluminium. Het eindigde de schietent met de poging over van Jacky Groene, die nu een overtreding maakt. Groene. Van Lunteren Berestijn. Bloodworth. Bal naar links, naar Van Dongen. Die is goed. Op Van der Donk. Zelf proberen of overzicht houden. Dat probeert ze. Groene was daar net niet op tijd. Bal in de voeten van Van Lunteren. Groene. Spitsen. Van Dongen. Miedema. Sleep met een gelukje mee. Ze gooien zich er echt voor. Continu met succes. Roort. Dekker. Bal soepel rond. Groene in de 16. Miedema. Miedema! Haha, ja. Met zo'n lichaamshouding van en nou is het klaar. 26 minuten op de klok. Vivianne Miedema, wie anders. Met de eerste goal van deze kwalificatiecyclus. 0-1. De chagrijn zegt dat duurt nog lang. De optimist, schitterende goal. En dik verdiend. Boom. Met links. Vrij spelen, uithalen. In de kruising. 0-1. Oh. Die was het zat. Liep ook alweer wat te mopperen op zichzelf. Maar daar is Interland goal nummer 62. Van Lunteren. Benieuwd wat dit doet met de moraal van de Estse vrouwen. Die zich maar op één ding hadden ingesteld. De boel droog houden zo lang mogelijk. Want scoren doen ze zelf niet. De vorige EK-kwalificatieserie. Richting dat toernooi toen in Nederland, wat de Oranje Leeuwinnen wonnen. Scoorden ze niet één keer. 8 wedstrijden, 0 punten, 0 voor, 33 tegen. Niet eens één goal. In de kwalificatie voor het WK moesten ze een voorronde kwalificatie spelen. Tegen Kazachstan en Georgië. En Litouwen, de buren. Ook daar verloren ze allemaal van. Met een doelsaldo van 7 tegen 1 voor. Dus in de laatste twee kwalificatiecycli heeft Estland 1 doelpunt gemaakt. Gescoord door de nummer 9 van vandaag, Signe Aarna. Nog nauwelijks in beeld geweest, Aarna. Van Lunteren.
Miedema zag het gaatje naar Desiree van Lunteren. Het werd net dichtgelopen. Groene. Miedema heel erg lastig gevallen. Jacqui Groene kan wel door. Van Betonk. Groene, goed gevoetbald. Van Lunteren. Weinig beweging, dat wel daarvoor in. Iedereen was er al. Miedema weer. Hens vol op de handen. En dan de lat. En binnenlopen voor Roord. Binnenlopen voor Roord voor 2-0. De sluizen zijn geopend in Tallinn. Eerst nog zo'n enorme ram van Miedema. Die tegen een arm. Dat vond Zadinova geen strafschop. Toen de lat, toen de goal van Jill Roord, die haar basisplaats dus beloont met een doelpunt. De vijfde. Dekker nog met binnenkant voet tegen de lat. En dan controleren en binnenlopen voor de tweede. Het is een beproefd recept in het voetbal bij groot krachtsverschil. Als eenmaal die eerste is gevallen, dan kan het hard gaan. Maakte haar eerste goal in oranje, Jill Roord. In 2015. De vijfde nu richting de tweede helft. Nou, we zitten al in de tweede helft van 2019. Van Lunteren. Spitsen. Miedema. Van Dongen. Daarna niet tot bij Jill Roord. Toch de glimlach. Ontspanning is er natuurlijk nu. Berestein. Berestein heel makkelijk de tegenstander voorbij. Van Lunteren. Dekker snel, dat is goed. Van Dongen. Dat is wat slordig. Bloodworth, goede bal zeg. Op Van der Donk, aanname niet helemaal lekker. En daardoor de kans voor Zietnies om nog in het duel terug te komen. Dat was een mooie paas. Krijgt Danielle van der Donk de bal net niet goed genoeg naar de grond. Groene. Spitsen. Zo klaargelegd. Bloodworth. Dwars door het centrum weggekopt die bal. Spitsen. Groene wacht. Spitsen de andere kant op. Naar Van der Donk. Van Lunteren. Groene. Nog altijd blijven plakken daar aan die rechter buitenkant.
Groene simpel. Aarna. De bal ontfutseld. Spitsen. Van der Donk. Dat is goed. Gewoon de drukte opzoeken en dan combineren. Dat gaat makkelijk. Tot randje 16. Miedema. Van Dongen. Dekker. Berestijn. Groene naar de grond. Berestijn. Tweede bal ook voor haar. Van Dongen. Richting Miedema. Keeper half. Wordt geholpen. Weer Jackie Groene. Spitsen wil wel. De achterste van de team veldspelers is Dominique Bloodworth. En die staat een meter of 20 over de middenlijn. Zo groot is de druk. Sherida blijft staan. Wordt er vanaf de zijkant geroepen. Roort. Van Dongen, weer een aardige bal. Groenen, Miedema loert en profiteert. Ja. Probeert het. Met een hoog standje. Berestijn. Tussen twee tegenstanders in. En dus een vrije trap. Ja, ze staan allemaal te slapen. En dus Van Lunteren die voor de voorzet in één keer kiest. Bloodworth. Miedema. Roort. Spitsen. Miedema naar de grond gewerkt. Berestijn ook spitsen naar de grond. Vrije trap. Het gebeurt net buiten het 16 meter gebied. En ze zal hem zelf willen nemen, maar moet daarvoor eerst even opgelapt worden na deze overtreding. Ja, wordt daar heel stevig ingestapt hoor. Door Ina Zlitnis, linker centrale verdediger. Zo. Kaart blijft op zak. Had niet meer staan, geel, voor dat inkomen. Van Ina Zlitnis, die bij Ferencváros speelt in Hongarije. Goed, de bal ligt op. 16 meter en een paar centimeter. Van Dongen met links. Staat er eigenlijk het best voor. Maar Sherida Spitsen was al zo vaak succesvol. Dat zij in ieder geval bepaalt of een ander het een keer mag proberen. Minuut 40 van deze wedstrijd loopt. Het wordt Spitsen. Oh, ja. Ze spant zich niet eens bovenmatig in voor de 3-0. Een soort stiftje
heel losjes getrapt. En de bal dan met een soort backspin over de muur. Waar Strigin er ook niks meer aan kan doen. 0-3, Sherida spitsen. En wat oogde dat makkelijk. Hup. Puur op kwaliteit getrapt met de wetenschap dat als hij over de muur is en op doel, dat de keeper daar waarschijnlijk dan ook niet heel veel meer tegen gaat doen. Zo loopt Oranje verder uit. Miedema. Van Lunteren. Spitsen. Groene. Goed gedaan, Miedema. Merel van Dongen. Miedema, nog net verlengd. Van Lunteren. Groene. Dekker. Strak. Goede redding. Tweede bal van de Donk. Nee. Nog geen vier. Mooi getrapt van Anouk Dekker. Gecontroleerd. Maar een prima redding. Zo is het ook. Van Getrin Strigin. En daarna Danielle van der Donk voorlangs. Voor spitsen overigens haar 31ste Interland goal. Bijna op de dag af. 13 jaar na haar Interland debuut. 31 augustus 2006 gedebuteerd. Tegen Engeland. Interland 170 vandaag. Hier is Sherida spitsen. Berestijn. Van Lunteren. Berestijn aangetikt. Dat is weer. Nee, de lettertypes laten het lijken alsof het weer nummer 15 was. Maar dat was het dit keer niet. Nummer 19. Lepiek. Geen vriendelijke overtreding. Richting einde eerste helft, Merel van Dongen. Twee vrouwen in de muur. Die wat veel naar rechts lijkt te staan. Spitsen. Van Dongen. Miedema niet bereikt.
Groene, Berestijn en geen extra tijd. Als spitsen er nog net vandoor gaat, maar dat mag dus niet meer. Nou ja, ze loopt goed richting tunnel, daar achter het doel. Het staat 3-0. Het krachtsverschil is niet een beetje groot. Het is immens tussen Estland en Nederland. En als de fitheid dan ook nog eens een rol gaat spelen, kan het zomaar richting dubbele cijfers. Dit was de eerste. Dit brak de band. De goal van de vrouw van de wedstrijd tot nu toe. Vivianne Miedema. Zometeen de analyse. Eerst even de break. Tot zo. Welkom terug, een walk in the park. Want het is een vrij eenvoudige avond tot nu toe voor Oranje. Kijk, deze is voor Jolien, voor de vrouw van Sherida Spitsen. Want het gaat wel heel makkelijk dit. Laten we meteen het eerste doelpunt erbij pakken. Het duurde even, maar inderdaad, nu zijn ze lekker op gang. Ik denk inderdaad dat Nederland goed speelde, veel aan de bal was, geduld hield. En dat resulteerde in deze eerste goal. Miedema deed haar favoriete beweging. Ze sleepte hem naar links en ze schiet hem perfect in de kruising. Ja, die had er echt genoeg van, hè? Die dacht, nou is klaar. Ja, ze had er natuurlijk al een paar bijna gescoord. En ja, deze zat er heerlijk in. Ja, en toen was het hek van de dam. En nu zou het toch wel 7-0 kunnen worden. Ja, we deden in het begin een beetje lachen over Estland, nummer 99 van de wereld. Zo slecht zijn ze eigenlijk niet. Hier zien we doelpunt nummer 2. Dit is een goed schot van Dekker. Niet haar enige goede schot van de wedstrijd. En Roord is er als de kippen bij en die schiet hem gewoon goed in. In een tikkertje, maar wel 2-0. Bevalt Roord? Ik vind dat ze het goed doet. Ze is sowieso goed in de kleine ruimte. Ze laat zich wel gelden, ze is heel actief. En ze heeft wel wat kansen gecreëerd. Dus ik vind het wel goed dat zij daar aan die linkerkant staat. Ja, het niveauverschil is wel enorm. En dat zag je vooral terug bij de 3-0. Dit is natuurlijk niet heel sterk gekiept. Nou, ze schiet dat is een understatement. Ze schiet hem prima in, maar de keeper is gewoon zwak van Estland. Ik denk dat ze in het begin wel redelijk verdedigend goed stonden, Estland, voor hun doen. Af en toe een uitbraakje. Ze kunnen wel een beetje voetballen, maar echt een beetje. Als je het tempo hoog houdt, dan is het gewoon geen enkel probleem. En dan kan je de tweede helft lekker nog een paar scoren. Zeker, concentratie moet hoog blijven, hè? Dat zeggen ze dan altijd. 21 doelpogingen voor Nederland en 0 voor Estland. Het staat 3-0. Heel graag tot zo. Natuurlijk lachende gezichten in het Oranjekamp. En Wiegman, de bondscoach, die zal komende dinsdag voor de 50ste keer onder de dugout staan of zitten. En jullie kunnen daarbij zijn door te sms'en naar 4600 Oranje. Of je belt naar 0909 0323. En dan speelt Oranje de kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. En die wedstrijd is te zien in Heerenveen in het Abellentra Stadion. Aan het einde van deze uitzending maak ik bekend wie er heeft gewonnen. We gaan nu snel naar de tweede helft met Wietse van der Goot. Iedereen terug op het veld. Maar er is één detail wat waarschijnlijk niet in beeld komt, wat nog eventjes verholpen moet worden. Namelijk het goed terugtrappen van de sproeiers die omhoog zijn gekomen. In de rust. Aan de kant waar Oranje nu staat te wachten, is hij al wel terug de grond in. Aan de andere kant, ja daar inderdaad. We hebben een Nederlandse regisseur meegenomen, die helpt, bedankt. Komt hij nog een paar centimeter boven de grond uit, waarover je heel erg lelijk zou kunnen struikelen. Het is tot nu toe nog niemand opgevallen. Ook Olga Zadinova nog niet. Je ziet het nu ook, een meter of 10 linksaf, vanaf de kopcirkel in het midden. Eén wissel. De entree van Lisette Tamik. En met dat uitstekende putje nog zijn we begonnen aan de tweede helft. Het staat 3-0. In de kleedkamer achtergebleven Ulrika Tulp. Oranje ongewijzigd. Het groene. Van Dongen.
Ja. Daar stapt de spits even op het ding. Het water spatte eruit en nu zit het weer goed in de grond. Opgelost. Ja, good ball. Hiedema. Straks zal het verschil in fitheid tussen de grotendeels amateurs van Estland en de full profs van Oranje ook nog merkbaar gaan worden. Roort. Hiedema. Dat zal Oranje ook nog een paar goals extra kunnen opleveren. Van Lunteren. Groenen, Miedema raakt de bal half. Hier spitsen. Die komt dat ding tegen en trapt hem terug de grond in. Van Lunteren. Berestijn. Alle speelsters van Nederland bleven buiten. Alle wissels. Janice van der Zanden is aan het warmlopen. Als enige nog. De rest is terug gaan zitten op de bank. Groene. Van Lunteren. Bloodworth. Van der Dok probeert door de benen de doorgeschoven Van Dongen te bereiken. Miedema verdedigt mee terug, verbeter. Goed, Van Dongen hoort net niet. Miedema. Van der Donk. Ruimte bij Berestijn. Die wordt binnendoor aangespeeld, maar komt net twee passen tekort om er nog aan te komen. Dekker. Dominic Bloodworth. Ja, Van der Donk gegrepen. En een nieuwe kans voor spitsen. Om de kwaliteiten van de keeper en het springen in de muur eens onder de loep te nemen. Als Van der Donk dit knap doet en daarna van achter wordt aangetikt. Het is niet voor het eerst dat ze dat doen. Vijf minuten onderweg in de tweede helft. Veel communicatie over de muur. Dekker mag daar niet meer in staan. Dat is sinds deze zomer een van de regelwijzigingen.
spitsen weer. Nu wat harder, maar wel weer raak. Het lijken wel strafschoppen. Nu de andere hoek. En 4-0. Ja. Die ene was bijna een belediging voor een keeper, de eerste. De tweede, deze, is wel heel mooi getrapt. En precies naast de paal. Sherida Spitsen met haar tweede van de avond. Echt een mooie vrije trap. En de vierde. Mooi. En wat een wapen is dat dan toch om in huis te hebben. Stefanie van der Gracht, Ashley Weerden zijn ook aan de warming-up begonnen. Van Dongen hoeft niks te doen. Om toch lastig genoeg te zijn voor die invalster. Die zette Tamik. Die voor Napoli speelt. Tussen de linies. Van Lunteren, veel ruimte. Van Lunteren zelf. Oh, keep. Hete ballen. In tweede instantie toch nog. Met links, Desiree van Lunteren, zit wel een curve aan die bal. Voor de familie van Veenendaal. Daar is Sari. Mochten ze zich ongerust zijn gaan maken. De eerste 53 minuten van de wedstrijd. Spitsen. Roort. Bloodworth. Van der Donk heeft heel veel ruimte in de hoek. Is te lichtzinnig misschien. Het eerste wisselbriefje. Van der Sander zometeen. Bloodworth. Groene. Van Lunteren. Miedema geklopt. Roort. Benieuwd wie er zo meteen plaats moet maken. Zodat Janice van der Zanden in kan gaan vallen. Thank you.
Van der Donk. Spitsen. Groene. Uitstekend, uitstekend. En Roord scherp. Maar niet bereikt. Miedema bij de tweede paal ook niet. Maar die loopt heel simpel dan om de tegenstander heen. Kan nu naar binnen gaan. Miedema, schot gekraakt. Klem vast. Nu in één keer. Strigin. Duw in de rug, Miedema. Van Dongen. Bal buiten. En dan kan... Nou ja, Van Dongen was te snel. De eerste wissel komen. Van der Sander moet nog even wachten. Dekker. Spitsen. En nu dan wel de wissel naar de foute paas. Het bord omhoog en Van Lunteren ervan af. Dat is interessant. De rechtsback wordt vervangen door de rechtsbuiten. Janice van der Sande voor Desiree Van Lunteren. En dat is vooral slecht nieuws voor Lies Lepik. De linksback van Estland die al een klein uur volledig werd overlopen door Van Lunteren en Berestein. En daar nu nog eens de razendsnelle en frisse Van der Sande bij krijgt. Van Lunteren klaar. Zij keren terug naar Amsterdam. 1 jaar in Duitsland bij Freiburg gespeeld. Dat is een van de 5. Van de basisspeelsters van vandaag die een nieuwe club vond in de zomer. Sari van Veenendaal op doel. Ging van Arsenal naar Atletico. Dominique Bloodworth vertrok ook bij Arsenal. Ging naar Wolfsburg, absolute top van Europa. Jill Roord ging juist naar Arsenal. Terwijl Van der Sande meteen toont hoe gretig ze is. Roord vertrok bij Bayern München. En ook Jackie Groene ging naar Engeland. Liet Frankfurt achter zich en trok naar Man United. Prachtige transfer ook. Janice van der Sande bleef waar ze zat. In de top van de top bij Lyon. Goed, Miedema laten lopen. Het trek aanstaande voor spitsen. Maar nog niet daar. Spitsen. Heel scherp en een beetje optisch bedrog. En een nieuwe corner. Zelfde. Kort bij de goal dus. Deze iets te laag opgepikt. Door Jackie Groene. Van der Donk. 1 het bos in. Zoekt de combinatie met Roord. Van der Donk loopt door. Berestein. Niet tot bij spitsen. Linette Berestein is naar rechtsback verhuisd. Van der Sande echt als rechtsbuiten.
Dekker. Van der Sande. Berestein. Van der Donk, goede bal van Spitsen. De steekpaasroute werd afgeschermd. Van der Sande, Berestein. Ja, die bal gaf Janice van der Sande. Rekening houdend met haar eigen startsnelheid. En niet die van Berestein. Waarschijnlijk roept de Est commentator om. Mijn Est is wat roestig. Dat er vandaag een toeschouwersrecord is gevestigd. Namelijk 1881 toeschouwers bij een vrouweninterland. Waarbij de Leeuwinnen dat natuurlijk dik boven de 30.000 zit. Een uitverkocht Philipsstadion. Is dat ook weer een teken hoe groot het verschil is tussen deze ploegen. Ook in ontwikkeling. Overtreding van de Donk. Spitsen. Berestein. Biedema. Ah, die valt voor de voeten. En dan is het eigenlijk bijna altijd raak. Maar nu niet. Nog geen vijfde goal. Voelt even wat aan haar linker enkel. Als FC Barcelona speelster Stefanie van der Gracht komt. Zo krijgen de vrouwen die eigenlijk basisspeelster zijn of daar heel dicht tegenaan zitten. Allemaal minuten van Wiegman. Van der Gracht mist dus wat wedstrijdritme. Klein beetje last van haar bovenbeen. Maar ongelooflijk belangrijk geweest tijdens het WK. Nog een klein half uurtje. Anouk Dekker naar de kant. Tweede wissel. Van Nederland. Miste praktisch de hele kwalificatie voor het WK, Stefanie van der Gracht. Matikainen houdt de moed erin. Kan dit natuurlijk ook zien als een geweldige mogelijkheid om tegen een wereldtopper, want dat is Oranje inmiddels, wat bij te leren. Hoewel dit natuurlijk gewoon een kwalificatieduel is. Maar ja. Na de eerste goal van Miedema eigenlijk al gespeeld. Roort. Berestein. Jill Roort. Van der Donk. Van Dongen. Van der Sande wordt net van koppen afgehouden. Door helemaal meegelopen Lepiek. Stefanie van der Gracht. Donk. Ja, het is een kwestie van seconden. Het balbezit van Estland. Houd tempo hoog. Nog ruim een kwart te spelen. Zaak om de concentratie op peil te houden.
Roort, Van der Donk, Roort, Van Dongen. Miedema, Jill Roort net niet, opgepikt Dominic Bloodworth. Die in Duitsland nog met Jansen op de rug speelt. Omdat dat officieel nog haar achternaam is. Getrouwd met de Amerikaan Brandon Bloodworth. Ook jarenlang in Oranje gespeeld onder de naam Jansen. En in de Bundesliga nog geregistreerd onder haar eigenlijke achternaam. Hier is Van der Donk. Een corner. En de enige die weet in recente tijden hoe het is om een doelpunt te maken in een officiële wedstrijd. Gaat er vanaf. Signy Arna wordt vervangen door Vlada Kubasova. Net als die andere invalster, Tamik, uitkomend voor Napoli. De corner staat nog. Spitsen. Van der Gracht werd vastgehouden. Gebaard dat ook naar de scheidsrechter. Maar die doet niets. Van der Donk. Van der Zande. Ja, geweldig. Prachtig uitgespeelde goal. Uit het hoe maak je een klassiek Nederlands voetbaldoelpunt. Hoofdstuk 1. Achterlijn halen, voortrekken, afmaken. Weer Viviane Miedema. Puntgave assist van Janice van der Zande. En de vijfde. Als een mes door de boter. Wat een geweldige voorzet. Miedema kruipt achter de bewaakster langs. En rondaf. Halverwege de 10 met nog ruim 20 minuten te spelen. Miedema had eerder al wat last van de linker enkel. En voelt daar nu weer aan naar de inspanning die er nodig was om dat doelpunt te kunnen maken. Zou misschien uit voorzorg en met twee goals achter de naam naar de kant gehaald kunnen worden. Even naar de kant, Miedema. En waarschijnlijk definitief. Als de Estse vrouwen voor de zesde keer aftrappen. Inclusief het begin. Bloodworth kan de bal achter laten lopen. Hamstring klachten, maar ze wil toch terug nu. En mag. Roort. Lichtvoetig.
Daar inderdaad zit de pijn. Maar ze probeert hem eruit te lopen. Spitsen. Roort. Berestijn, spitsen. Van der Sanden. Ja. Het is echt te makkelijk. Groene. Nee. Maar ongelooflijk hoe Van der Donk daar nog aan de bal komt. Miedema wordt er vanaf gehaald door Wiegman. En vervangen door Ellen Jansen. Dat is iemand die veel minder dicht tegen de eerste elf aanzit. Debuteerde al in 2010. Maar gaat toch pas in 9 jaar de 16e Interland spelen. In de spits Ellen Jansen van Ajax. Volgende maand 27. Miedema dus met hamstringklachten naar de kant. Benieuwd wat dat betekent. Voor aanstaande dinsdag, als de Turkse vrouwen langskomen in Friesland, in Heerenveen. Wedstrijd die hard richting uitverkocht gaat. 24.000 momenteel. Maar het zou kunnen, als Miedema er niet bij is, dat de aanval van Oranje, de twee die eigenlijk altijd daar staan, Martens en Miedema, moet missen. Martens sowieso, Miedema wellicht. Berestijn van der Sanden, van de snelheid. Luid gejuich. De invalster. Kubasova. Maar het is buitenspel uiteindelijk. Groene. Van Dongen. Knappe controle van Dongen. Roort. Veel ruimte, veel tijd. Van der Donk. Van Dongen. Zo, ja, hard in de buikstreek geraakt. Pile Radik. Die meteen, zoals je dat geleerd krijgt, de armen omhoog steekt. Om de longen wat meer lucht te verschaffen. Hij was hard. Maar het gaat.
spitsen. Mag nog een keer. Groene. Berestijn, spitsen wil hem terug. Nog in de hoek naar die corner. Van der Donk. Van der Gracht. Zo. Hij mocht met de handen. Van der Zanden. Onderweg naar de 30ste doelpoging van de wedstrijd. Tegen 0 van Estland. 30-0 in doelpogingen. 5-0 in doelpunten. Wat komt er nog bij in de slotfase van de wedstrijd? Berestijn staat te wachten. Van der Zanden als tussenstation en dan alsnog Linette Berestijn. Maar net is de bal iets te diep. Tot nu toe zijn de paasjes van Janice van der Zanden op haar concurrent Berestijn allemaal net niet op maat. Spitsen. Iedereen blijft staan in de 16. Spitsen lepelt hem eroverheen. Keeper opnieuw zeer onzeker. 5-0. Waar voor hun geld. Zijn mooie tijden om een Nederlands voetbalsupporter te zijn. Of je nou de mannen of de vrouwen, of zoals de meeste van ons, allebei steunt. De Europees kampioen en vice wereldkampioen wint dik. Al weten we nog niet hoe dik bij Estland. Bij de mannen, vier ploegen die zich plaatsen voor een Europese groepsfase. Virgil van Dijk, de beste van Europa. Frenkie de Jong, de beste middenvelder van het continent. Maandag over een week de oranje mannen op dit veld tegen Estland. En hoewel het krasverschil dan waarschijnlijk iets minder groot is dan vanavond, kan ook daar toch een overwinning verwacht worden. De zon schijnt, kortom. Terwijl die langzaam ondergaat in Tallinn. Aan het einde van de zomer. Waarin de Oranje Leeuwinnen bijna het WK wisten te winnen. Groene. Van Dongen. Strak. Van der Zanden opgevangen. Maar geen overtreding. Ja, toch wel. Sherida Spitsen, vorige twee vrije trappen, allebei een goal. Nu voorgetrokken en een doelpunt. De zesde van Dominique Bloodworth. Twee goals uit een vrije trap. En een assist nu voor Sherida Spitsen. Bloodworth met pas haar tweede Interland goal. Vandaar dat de blijdschap ook zo groot is. De speelster van Wolfsburg wordt alleen gelaten. Kopt niet eens heel erg in de hoek, maar wel goed naar beneden. De stuit te machtig. De vuist gebald. Het scorebord naar 6.
tweede Interland goal in de 55ste wedstrijd. Zij die zich de laatste maanden, jaren ook knap de basis van het Nederlands elftal invoetbalde. Na het wegvallen van Mandy van den Berg na het EK. En de blessure van Stefanie van der Gracht. Die nu ook weer loopt te hinken trouwens achterin daar. Niet echt hinken, maar heel goed oogt het niet. Laatste wissel bij de Esten. Bloodworth. Van Dongen. Van der Donk, net niet. Merel van Dongen. Een uitbraak. Eentje, nou laat het maar. Die wat potentie had. Van der Gracht. Berenstein. Bloodworth. Laatste wissel. 16 voor 18. Kelly Rozen. Voor Cathy Owen-Pu. Ploeggenoten. Bij Flora. De lokale ploeg. Dan is Jarmo Matikainen door zijn wissels heen. Berenstein. Van der Zanden profiteert van het feit dat ze de bal niet kan aannemen. En zoekt naar nog een assist. En die valt binnen. Ellen Jansen. En dat is mooi. De zevende. Het leuke is dat de doelpunten, naarmate de score hoger uitvalt, gemaakt worden door speelsters die niet of nauwelijks scoren. Nu invalster Ellen Jansen. En ook zij is dus heel blij met haar goal als de voorzet van Van der Zanden in eerste instantie niet aankomt. Maar daar altijd een Estse verdedigster is om mee te helpen een doelpunt alsnog mogelijk te maken. Eerst over Jansen heen, maar dan krijgt ze hem terug en is dit boogballetje voldoende voor een goal. Haar tweede Interland goal in dus de 16e Interland sinds 2010. Nummer 7. Voorzichtig klonk er 10-10-10 vanaf de tribunes. Daarvoor begint de tijd nu wel te dringen. In minuut 86. Komen ze weer. Schot op doel. Van Kristina Panikova. Gehoord.
der Gracht, Van der Sande. Deze valt niet goed, nog niet. Gaat Anouk Hoogendijk gelijk krijgen met 0-7. Of komt er nog iets bij? Groene. Hoort. Spitsen. Speurt de loopacties af. Legt hem. Pan klaar voor Van der Sande. Hens. Ja, gezien. Ruim buiten de 16. Een vrije trap. Spitsen laat deze even gaan. Van Dong is overgestoken voor het nemen van deze vrije trap. Spitsen loerend op een hattrick. Staat iets buiten de 16 weer te wachten. Die kan hem natuurlijk heel fijn binnenkant voortnemen. Berestijn. Spitsen moeten nu achteraan. Een sprintduel nog. Hoort. Van der Sande. Aanname. Nu iets minder goed toch bij Groene. Laatste minuut officiële speeltijd is ingegaan. Als Oranje op weg is naar evenaring van de grootste uitoverwinning. Sinds 2016. Toen 7-0 bij Schotland. Wedstrijd in aanloop naar het gewonnen EK. Met toen ook een goal van Ellen Jansen en twee van Miedema. Onder andere. Toen oefenen, nu kwalificatie. De twee Interland goals van Jansen dus gemaakt bij dikke uitoverwinningen. We krijgen er 4 minuten bij. 4 extra minuten. We zijn er toch. Groene. Van Dongen. Van de Donk. 1-2'tje. Bij de tweede paal van de Sanden. Ja, wel flink vastgehouden. Dat meldt ze nu ook. Bij Zadinova. Maar omdat ze toch nog tot een poging kwam, was de verleiding om voor een strafschop te fluiten wat minder groot waarschijnlijk. Sander. Berestijn met nog een sprint. Oh,
Voorzet waait er bijna in. Dat blijft Strikin bespaard. Nog een achtste. Donk. Jansen omvergelopen. Het enige rimpeltje op deze vlekkeloze avond verder. Of rimpeloos dan dus. Is het bovenbeen van Vivianne Miedema. En hoe het daarmee gaat. Poort snapt er niks van dat ze een overtreding tegenkrijgt. Voor dit contact. Is Miedema inzetbaar aanstaande dinsdag? Dat is een vraag die de medische en technische staf van Oranje meteen na de wedstrijd ook niet zou kunnen beantwoorden naar alle waarschijnlijkheid. Dan Turkije op bezoek. De nummer 62 van de wereldranglijst. Estland 99 dus. Dat scheelt 37 plekken. En waarschijnlijk dus ook flink in kwaliteitsniveau. Vanavond was het ongelooflijk makkelijk. En is 7-0. Nog bijna magertjes. Dubbele cijfers waren zeker mogelijk geweest. Als er nog een vrije trap komt voor Estland als laatste van deze wedstrijd. Twee in de muur. Veenendaal, nou ja, het is nog een poging en meteen daarna het eindsignaal. Oranje begint de EK-kwalificatiecyclus met een hele makkelijke overwinning. Het wordt 7-0 in Estland. Miedema, Roord, Spitsen, Miedema, Bloodworth en Renate Jansen met de doelpunten tegen een heel zwak Estland. En dus is het fijn om zo te kunnen beginnen aan een kwalificatieperiode. Die straks nog Rusland, Kosovo en Slovenië. Maar dus eerst dinsdag Turkije gaat brengen. Zometeen nog de bondscoach aan het woord. En de hoofdrolspeelsters van deze avond in Tallinn. Die afgesloten wordt met een 7-0 overwinning. En dus had Anouk Hoogendijk gelijk. Ja, maar laat dat maar aan Anouk over. Is ook wel eens lekker, toch, zo'n avond? Ja, tuurlijk. Je wist ook dat het niet heel lastig ging worden. Maar dit doelsaldo is wel goed voor het vertrouwen. En wat leuk was, vond ik, die 7-0. Van Ellie Jansen. Ja, dat vond ik leuk. Ja, dat was natuurlijk wel een verrassende doelpuntenmaakster. Alhoewel, bij Ajax maken ze regelmatig, hoor. Goede voorzet van de Sande. En het is een bekeken balletje. Of nou, goede voorzet. Hij komt natuurlijk eigenlijk niet aan. Hmm. Maar het is wel een bekeken kopballetje. Echt een spitse goal. Want het is wel heel bewust hoe ze hem zo in die hoek mikt. Ja, leuk die blijdschap. Klein feitje overigens. Hij maakte 7-0. Dat is een van de grootste uitslagen sinds 2016. Toen maakte zij ook de 7-0 tegen, weet je dat nog? Schotland. Oh, maar zij speelt niet veel. Misschien. Denk jij dat zij weer die aansluiting kan krijgen bij de eerste elf? Jansen? Nee, ze heeft Miedema voor zich. Dus het is gewoon, denk ik, de invalster voor die positie. Maar zolang Miedema gewoon fit is, speelt hij. Ja, dan gaan we eventjes naar 6-0. Dominique, Bloedwoord. Ja, dat zijn we onder andere inmiddels wel een beetje gewend van haar.
Goed doelpunt, toch? Ja, ja, en die kiepste, ja, sorry. Maar, nee, maar kijk even naar die kiepste. We hadden het er al even over. Die bakte er helemaal niks van. Nee, die was niet best. Ze zullen vast niks beters hebben in het land. Nou ja, hij was wel goed strak ingekomen, maar ik vond vooral de voorzet goed van spitsen hiervan. Ja, daarover gesproken, spitsen. Hoe vond je haar? Want zij is natuurlijk mega belangrijk voor het team. Ja, vooral heel belangrijk bij spelhervatting. Dat zie je nu. Directe vrije trappen, indirecte vrije trappen, corners. Daarmee sticht ze gewoon heel veel gevaar. En heel ervaren. Je ziet, ze zet iedereen neer op het veld. Ze coacht iedereen. Ze is belangrijk voor het team. Ja, hopelijk schuift zij zo nog even aan. Dan kunnen we die beelden er ook even bij pakken. Dan Miedema. Die gaat er wel af met de... Even kijken hoe het gaat dinsdag met de hamstring. Ja, ze greep wel steeds naar die hamstring. Ze kon nog wel een beetje door, dus het zal niet een hele erg blessure zijn. Maar het zag er niet helemaal lekker uit, denk ik. Ja, maar in topvorm? Ja, ze heeft gewoon een goed seizoen gespeeld. En je ziet hier ook dat ze gretig is. Ze maakt een prachtige goal. Ja, ze is nog steeds in goede vorm. We zien dadelijk ook dat tweede doelpunt dat ze maakt. Die schuift ze goed binnen. Toch wil ik het met jou alvast even hebben over de wissels. Want was je verrast? Ja, dit was natuurlijk een hele goede actie van de Sander die inviel. En ja, deze hoeft ze maar in te tikken, maar ze staat er wel weer. Ja, was je verrast door die wissels die er plaatsen? Want hier zien we bijvoorbeeld zo'n wissel. Janice van der Zanden komt erin. Nee, ik was niet verrast. Dit waren eigenlijk precies de wissels die je zou verwachten. Oftewel, voorspelbaar. Het was voorspelbaar. Het is misschien logisch, want dat zijn de speelsters die er dicht tegenaan zitten. En die ook in de basis zouden kunnen starten. Maar het had ook leuk geweest om bijvoorbeeld een Pelova eens in actie te zien. Nou, maar in die zin zeg ik dus verrast. Omdat je misschien had verwacht dat dat soort speelsters als Pelova, dan heb je er nog een aantal, dat ze zich nu hier kunnen laten zien. Precies, ik dacht dit is misschien wel een wedstrijd dat je een nieuwe speelster even kan testen, kan zien. En vooral die speelsters die goed zijn in de kleine ruimte, dus zoals een Kaagman, een Pelova. Dat zijn lekkere speelsters voor zulke wedstrijden. Ja, aan de andere kant is het natuurlijk gewoon een EK-kwalificatie. Het is niet zomaar een oefenpartijtje. Ja. Verder, volwassen uitgespeeld, moet je dat dan zo noemen? Ja, ik denk dat de tweede helft bij Vlaag ook wat saai werd. Het tempo ging wat naar beneden. Het was natuurlijk al helemaal gespeeld. Maar 7-0 is een prima overwinning. Goed voor het vertrouwen. En ik denk dat ze lekker getikt hebben. Ja, zie jij het niveau terug van het WK of is dat erg veel gevraagd? Ik vind dat lastig te zeggen, omdat je deze tegenstanders niet op een EK zal treffen. Je hebt ook goede tegenstanders nodig om meer uit jezelf te halen. Dus voor deze tegenstander hebben ze denk ik prima gedaan. Ja, en ondertussen komt Sherida Spitsen. Hey. Allereerst, voor wie was dat hartje? Dat was voor Sjaan op de bank. Ja, zie je wel. Ik dacht eerst, nou dat is voor Jolien. Uiteindelijk, hè, maar ook voor Jolien. Ja, voor Jens. Voor Jens, ja. Wij zeiden voor Jolien, hè, op tv. Ja, maar is ook voor mijn familie, maar ook voor Sjaan. Ja, even voor duidelijkheid, Jolien is jouw vrouw en Jens is jouw kindje. Dat de mensen thuis dat ook even begrijpen. Dit is een lekkere wedstrijd, toch zo? Ja, na een WK en deze wedstrijd zo spelen, 3-0 in de rust en dan 7-0 winnen uiteindelijk. Dat is, ja, dat is perfect, goede start. Moest jij ook niet een klein beetje gniffelen bij die vrije trap van je? Ja, jawel. Ja. Kijk, met alle respect, maar ik wist als ik hem over de muur heen schiet, dan zit hij erin. Ja, en met alle respect voor de keeper, maar goed, ja, dat is een kwaliteit. Die was niet best? Nee, die was niet zo best. Maar jouw tweede was heel goed trouwens. Ja, ze stond ook weer helemaal aan de andere kant. Dus ik denk als ik hem in een lange hoek schiet, dan komt ze er niet bij. En het is wel fijn dat ze er ook een keer is. Ja, ze gaan er wel eens in, maar het is wel fijn als je dat doorzet. Ja, jij zegt met alle respect, maar zit je onderling dan een beetje grapjes te maken? Nou, schiet maar gewoon, want ja, dat gaat toch in? Ja, soms wel. Ja, natuurlijk, dat heb je wel. Je maakt wel een grapje, een dolletje in het veld. En dat moet ook, want dan hou je ook plezier erin in wat je doet. Ja, een goed begin van de kwalificatie, we hadden het erover. Is dit gewoon volwassen uitgespeeld? Ja, dat denk ik wel. Kijk, momenten was er wel een beetje slorren. Maar goed, je hebt 99% bijna balbezit. En ja, dat er dan foutjes worden gemaakt, ja, dat is zo. Maar ik denk dat dit een hele goede start is en dat we hieraf voort moeten beduren. Ja, hier kun je inderdaad mee door. We hebben het er ook over gehad. De wissels vonden wij een beetje voorspelbaar. We hadden misschien verwacht een Pelova om een keer haar te zien. Ja, of was het van tevoren zo afgesproken? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de bondscoach doet daarin qua keuzes. En ja, ze heeft deze keuzes gemaakt qua opstelling en qua wissels. Ja, dat zou je haar moeten vragen, dat weet ik niet. Dat gaan we zeker doen. En die interviews zijn trouwens ook terug te zien op onze website. Nu wacht dan dinsdag Turkije. Wat vind je eigenlijk van die pool waar jullie in zitten? Nou ja, ik vind dat wij daar gewoon eerst in moeten eindigen. En daar zijn we vandaag mee begonnen. Maar goed, we moeten ze niet onderschatten. Maar we moeten wel eerst wel in de pool, vind ik. Ja, en hoe was het om nu weer hier te staan voor 1800 man in tegen tegenstander die wat minder is? Laten we het zo maar zeggen. Ja, nou ja, dat was wel even wennen. Want we zijn anders gewend, ook tijdens het WK en ook in eigen land. En het is fijn dat we nog een wedstrijd hebben in Heerenveen en tegen Turkije.
met onze eigen supporters erbij. Dat is toch wat iets meer sfeer. Maar desondanks is het wel een knappe prestatie van ons. Zeker. Op naar dinsdag. Op naar dinsdag. Tot dinsdag. En weer een hartje, Sherida. Ga ik. Ja, voor ons alsjeblieft. Hartstikke mooi. Goed, natuurlijk kan zij er niks over zeggen. Maar dat gaan we uiteraard aan de bondscoach vragen. En ik zei al, ja, het is natuurlijk wel gewoon een EK-kwalificatie. Dus ergens ook wel logisch. Ja, misschien ook wel. Want dit zijn wel degenen die er moeten staan als de blessures vallen. Maar ja, dan heb je toch wel wat oefenwedstrijdjes nodig of zo. Misschien om die andere meiden te zien. Ja, wij zijn erbij dinsdag. Zeker weten. Bij die EK-kwalificatie tegen Turkije. In Heerenveen, in Nederland. Maar wie is er nog meer bij? We hadden natuurlijk een prijsactie. Degene die heeft gewonnen, die staat onder in beeld vermeld. En zij, ik hoor nu Corina Bronk-Schipper, als ik het goed uitspreek. En zij mag met iemand gezellig naar die wedstrijd uit Katwijk aan zee. Lekker naar Heerenveen. En wij ook, Anouk. Tot slot, ze zegt, en dat is ook logisch, wij moeten gewoon deze kwalificatie winnen. Maar we hadden het al eerder gezegd, gezien de pool. Ja, moet je dat dik gaan winnen, die pool. En dan met veel vertrouwen naar het toernooi. Ja. Is Jill Roortje nog in enige iets opgevallen? Ik vond dat ze de eerste helft het wel aardig deed. Ik vond de tweede helft dat ze misschien wel iets sneller kon handelen en iets slordiger werd. Mm-hmm. Dus ze moet niet te lax worden nu ze gaat starten. Ja, maar dat zit een beetje in haar spel opgesloten, toch? Ja, het is ook een beetje haar kwaliteit. Het is een beetje onbevangen, maar ze moet wel scherp blijven. Mooi. Goed, we gaan naar het programma, want er is natuurlijk nog veel meer te zien op Veronica wat heet. Zometeen hebben we natuurlijk al Veronica Insight met Valentijn Driessen aan tafel. Maandag hebben het voetbalgala van de Telegraaf. En daarin krijg je natuurlijk de gouden schoen, de bronzen schoen, de zilveren schoen, talent. Nou, ik kan zo doorgaan. In ieder geval een hartstikke mooie show. Dinsdag overigens ook nog Veronica Insight vooraf. En dan hebben wij dinsdag uiteraard de kwalificatiewedstrijd tegen Turkije in Heerenveen. En die wedstrijd is 8:00. Maar wij gaan om 7:30 uiteraard al starten met de voorbeschouwing. Zeker. We gaan er eentje nemen, denk ik, hè? Doen we. Bedankt voor je analyse. Bedankt voor het kijken en veel plezier bij Veronica Insight. Dag.